Want als wethouder heb je dan de eer om te mogen zeggen welkom. Ik ga vooral naar u luisteren. Verslag van een soort samenvatting. 800.000 mensen maken gebruik van langdurige zorg. Het is ook wel belangrijk om te weten dat niet alles verandert. Ik ben Yves, ik werk bij jongerenwerk in Houten. En dan zit ik in de vijf. Ja, ik ben best wel de weg te vinden, dat het voor mij alsnog moeilijk was om nou erachter te komen waar ik nou moest gaan bellen voor mijn specifieke vraag. Voor mij is binnen de jeugdzorg het belangrijkste dat er op een goede manier wordt samengewerkt tussen alle verschillende onderdelen. Op dit moment is de combinatie van onderwijs en zorg problematisch, want dat kan niet. Je moet of in het ene systeem of in het andere systeem zitten en daarmee zorg je voor uitsluiting van kinderen uit de maatschappij. Wat ik belangrijk vind is dat er goed in gesprek wordt gegaan met de ouders om te kijken wat er nodig is. En dat er gekeken wordt naar alle brede mogelijkheden die er zijn om te zorgen dat vooral de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wat heel belangrijk is, is dat het toegankelijk is, dat je ze eigenlijk dag en nacht kunt bellen. Nu is bijvoorbeeld het WMO-loket maar tot 12 uur bereikbaar. Ik kom heel vaak met vragen om 1 uur. En dat de antwoorden op mijn vragen moeten simpel zijn en duidelijk. Ik wil heel graag zorg op maat en niet zorg die ik van 10 verschillende instanties weg moet halen. En heel vaak kan bepaalde zorg niet omdat het bijt met een andere organisatie. En ik hoop dat de gemeente iets kan doen waarbij de zorg wel op maat gemaakt kan worden. Voor onszelf geldt dat omdat we met heel veel verschillende instanties te maken hebben. Dat het overzicht van en de muren tussen die verschillende instanties zo dun mogelijk worden. Ik maak me zorgen over dat het bij de gemeente Houten dat ze niet nog goed weten wat de hulpvragen van de cliënten zijn, met name van de jeugdzorg. Daar weten ze nog niet eens de namen van. En ik maak me zorgen dat te veel wordt gevraagd aan de mantelzorgers. Die zijn al overbelast. Ja, dat is eigenlijk waar ik me wel heel erg zorgen over maak. Dat ze eigenlijk een te grote taak op zich hebben waar ze nog niet genoeg van af weten. Het gevoel merk ik bij de deelnemers ook aan deze avond van wat is er nog veel onduidelijk. En waar gaan we eigenlijk met elkaar naartoe? Ik vind het heel goed dat de gemeente deze avonden belegt voor de burgers. En ik denk dat we het vooral nodig hebben om goed geïnformeerd te blijven worden waar de gemeente mee bezig is. Zodat we ook gewoon mee kunnen denken. Waar ik me zorgen over maak is of de gemeente de zorg voor de kinderen in het onderwijs, met name de kinderen die extra hulp nodig hebben, of ze dat binnen een jaar op de rails hebben. Deze hele wet is niet meer bedoeld voor wat kunnen we doen, maar de achterliggende gedachte is: we moeten het doen.